Gaat u zitten, meneer Scholten. Wilt u misschien een kopje... spul? Nee, dank u. Ik drink alleen maar thee. Oh. Maar misschien is dat wel een leuke gelegenheid om direct met de deur in huis te vallen, ja, en u te vragen, heeft u iets geregeld op het gebied van ziektekostenverzekeringen voor uw personeel? Ja, ziektekosten, ja. Ja. Vitaminepreparaten. Ja, dat heb ik afgesproken met een vrouw van de kantine. Die gooit in elk drankje vitaminepreparaten. Ik kan wel een voorbeeld geven. Kijk, hier. Dit zijn dan bruistabletten. Hè? Dus die gaan in de cola en in de spaarrood en in dat soort dingen. En deze, kijk, deze, die lossen heel goed op in warme dranken. Dus koffie. Ach. thee, maar ook in melk. En dat gaat er dan doorheen. En nou, 's winters, dan sta ik zelf. Hè? Dat doe ik dan eigenlijk meer voor een beetje contact met het personeel. Dan sta ik zelf beneden in de hal. Sta ik... sinaasappels te persen. Dus dan krijgt iedereen bij binnenkomst, krijgt van mij persoonlijk, hè, krijgt dan een glas verse jus. En dat werkt ontzettend goed. En heeft u ook iets geregeld voor ze op het gebied van pensioen op deze wijze? Ja, nou, pensioen. Ja, dat is bij ons echt een van de leukste dagen van de zaak. Dat is echt geweldig. Dan gaan we namelijk met z'n allen naar het casino. En dan kun je jaarsalaris kun je dan inzetten op zwart of op rood. Nou, dat is echt geweldig. En dat is echt lachen, want de ene natuurlijk wel, dan valt hij heel goed. En bij de andere helemaal niet. Nou, dat is echt... En dan slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap. Hè? Dan hebben we ons jaarlijkse uitje en we hebben een pensioenregeling. Nou. En mogelijk heeft u ook nog zo'n leuk idee over arbeidsongeschiktheidsverzekering. Heeft u dat ook geregeld? Arbeidsongeschiktheidsverzekering heb ik ook geregeld. Nou... is eigenlijk zuiver preventief bij ons. Want wat wil namelijk geval? Geen gevaarlijke vakanties. Dus niet skiën, niet raften, geen bergen beklimmen. Maar je mag bijvoorbeeld wel, hè, met toch een fikse korting, kan ik aanbieden Boekelo. Het parkhotel in Boekelo. Hartstikke leuk. Het is een park. En er is verder niks te doen. Ja, er is een zwembad. Maar ja, dat mag dan weer niet. Ja, het mag wel. Maar dan op eigen risico natuurlijk. Maar sporten, sporten is wel belangrijk. Dus midget golfen mag bijvoorbeeld weer wel. En wat wij ook heel erg stimuleren van de top uit, kijk, zijn deze dingen. De doorlopers, de denksport, hè? Hier, dat het hier flink gaat werken bij het personeel. Daar ben ik ook heel blij mee. Ja, dit zijn ook doorlopers, maar dat mag van alles zijn, hè? Dat mag ook, dat mogen kruiswoordraadsels, cryptogrammen of woordzoekers of dat soort dingen zijn. Want dat stimuleren wij dus wel. Nou, u heeft wel een hele bijzondere visie. Dank voor de uitleg en dank voor uw tijd. Nou, heel goed, meneer Scholt. Hey, meneer Scholt, als er iets is, hè, u kunt me altijd bellen. Hè? Nou, dat is wel een hele aparte ondernemer deze. Een beetje slimme ondernemer zou toch moeten weten dat hij voor dit soort problemen gewoon bij de Amersfoortse moet zijn. Niet alleen de verzekeringstechnische oplossingen leveren wij, maar wij leveren veel meer. Wij denken met de ondernemer mee en wij zorgen ervoor dat al zijn problemen geminimaliseerd worden. Extra's zoals bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling, reïntegratie, managed care, alles leveren wij. Eén belletje naar de Amersfoortse en zijn problemen zijn opgelost. Betekent dat wij vanaf nu dus ook niet meer de Amersfoortse de inkomensverzekeraar zijn. Nee, wij zijn de Amersfoortse de inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland. Dat moet hij weten en dat moeten wij weten. De Amersfoortse, de inkomensverzekeraar van ondernemend Nederland.